heb je nog hier een mooi klimwandje. Maar we gaan daar naartoe, dus we gaan lekker omhoog zo meteen. Yo, een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick. Ja, dat zijn wij. En het is vandaag alweer de laatste dag van de maand. En dat is dus woensdag 31 maart 2021. En het is 11:40. En ik ga mijn lady meenemen. Maar wie is er ook? Dat is deze dame. Dus dat betekent dat ik lekker ga lopen. Dus wij wensen jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, zoals jullie weer kunnen zien, zitten wij dus weer in het totootje. Toch, schat? Hoe jij dat zou zeggen? Totootje. Ja. Dus het is stralend mooi weer. Het is helder weer. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon vooral kijken als je nieuwsgierig bent met waar we naartoe gaan. Want het wordt weer een leuk. Rechtdoor, schat. Hier, over, eroverheen. Ja, precies. Inderdaad. Dus, nee, toch maar niet, hè? Nee. Dus, nee. Maar het wordt leuk, het wordt gezellig, hoop ik toch. Alleen ik heb een beetje last hier en van mijn botten. Maar oké, dat maakt niet uit. Geeft helemaal niet. Want mijn lieftallige man die vond het even leuk om een hele scherpe bocht te pakken. Scherp, behoorlijk scherp. Terwijl ik dus iets even tegen moest houden, maar dat lukte niet omdat mijn gordel blokkeerde. Dus ja, en ik wou ook weer terugzitten, maar ook dat lukte niet. Maar kijk, maakt niet uit. En hier ook weer rechtdoor. Ja, eroverheen. Ga jij er maar overheen, is goed. Dus ja, maar we gaan wat leuks doen. Het is weer heel veel lopen, maar dat maakt niet uit. Alles voor jullie. Niet meer dan 9 maanden. Alles voor jullie en anders niks. Ja, we zijn op plaats van bestemming. Roeien. Je kent hier nog kano ook, joh. Slim. Hier weer parkeren. Wauw. Een ribbeltje. Zo, kijk. Oh, wat is dat mooi. Een fietsroute heb je hier ook. Dit is een mountainbike route, denk ik. Eroverheen te gaan lopen. Dat is wel gaaf, hè? Heb je nog hier een mooi klimwandje? Maar we gaan daar naartoe, dus we gaan lekker omhoog zometeen. En nou zie ik dus weer niks, hè, op mijn scherm. Hè? Gaaf, hè? Ja. Nu al. Thank you.
Roderick heeft kaartjes verstopt. Dit is 1. Dat is 2. Dit is 3. Dit is 4. Dat is 5. Dit is 6. Dit is 7. 8. 9. 10. 11. En dan gaan we weer naar beneden. Ja, nou, we gaan dus weer naar beneden. Roderick is al beneden. Ik weet niet waar die staat, maar dat maakt helemaal niet uit. Maar die is dus al richting beneden. Zie je hem ook nog niet lopen? Nee, precies dat. Ja, wij gaan dus weer zo meteen de auto in en dan gaan we lekker naar huis. Yes. Oh, daar staat Ro. Ik heb hem gespot. Ja, kijk. Opletten. En wie staat daar? Mijn lieve mannetje. Dus daar gaan we ook lekker naartoe. Ja. Yeah. Helemaal goud. Nou, het is hier magnifiek. Roderick die wil hier wat vaker naartoe. Dus ja, dat is lekker. Misschien dat hij eens een keertje en zijn studieboeken mee kan nemen. Dat ik dan met de twee zusjes ga lopen. Wie zou het zeggen? Ik weet het niet. Maar dan kan hij misschien hier lekker studeren. Lekker hondjes mee. Of ja. Lekker toch? Heerlijk. We mogen niet klagen. Zo mooi weer is het. Yo, een hele goede nacht. Het is namelijk alweer wat je al ziet op de klok 1:30. Morgen is het weer voor mij een hele rare dag. Dus dan is het eigenlijk voor vandaag. Morgen moet ik voor het eerst na jaren weer eens een keer een voedselpakket halen. Heb ik op dit moment 3 maanden recht op. Dus we gaan het ook dan zien wat ik dan krijg. Ik neem jullie gewoon tot zover mee waar ik mag filmen. Ik denk nog niet helemaal bij een afgiftepunt wat logisch is. Lijkt mij in verband ook met de privacy van andere mensen. Maar ik laat het sowieso zien wat ik thuis, als ik dus thuis ben, wat ik heb gekregen van de voedselbank. En nee, het is niet erg om dat te vermelden. Want ook dat hoort er eenmaal bij, helaas. Ik kan er ook niks aan doen. Ik ben gelijk even mijn lampjes aan het doen als het me lukt. Als het me lukt, kijk nu wel. Jee, het was donker. Nee, maar morgen dus voedselpakketje ophalen en voor de rest, ja, waarschijnlijk vlogje editen en lekker aan mijn rust denken. Ja, dus ik wil jullie gewoon onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet het belletje aan te doen. Laat een leuke reactie achter en abonneer even. En dan blijf je van alles op de hoogte wat ik online plaats. En dan zie ik jullie graag morgen bij een gloednieuwe vlog. Dus tot morgen. Doei doei.